Gaat mooi, Al. Maar ik heb alleen nog maar een stuk of drie kleintjes. Van die dikke platten hem. Ja, anders win je de hoofdprijs niet, hè? Nee, want er ben er altijd wel wat die een mooie platten vangen. Maar Jan, even over de panda's vissen. Want dat organiseren jullie als visvereniging. Ja. Maar hoeveel deelnemers? 50. Maar hoe gaat deze werk dan? Nou, ze kunnen gewoon inschrijven. En dan als 50 is, is vol. En dan, dan is het ook nog te overzien met de catering en overal mee. Dus we gaan niet verder dan 50. Ja, okay. Maar dit is het Nederlands kampioenschap, hè? Het is officieel NK pandavissen. Er zit ook, ik weet niet hoe ze het noemen, octrooi op of zo. Dus, niemand in Nederland die kan dit overnemen. Want in Stappers doen ze het ook. En dat heet dan regionale panlatvissen, dus geen NK. Nee, maar het spelletje panlatvissen, hoe werkt dat dan? Ja, een panlatje? Ja, het is eigenlijk gewoon het vissen, nou ja, het materiaal wat ik hier heb. Daar vis ik normaal ook wedstrijden mee. Alleen dan heb ik een hengel. En nou heb ik een panlat. Maar dat vis wel anders hoor. Het is moeilijker, of niet? Ja, je hebt niet zo'n snelle actie. Want jullie een mooie prijs, hè? Ja, ik heb voor rond de €500 aan prijzen. Ja, want voor €500? Ja. De eerste prijs is een mooie boormachine van €159. Nou, een boodschappentas van €60, een boodschappentas van €40, dinerbon. We hebben geen geldprijzen. We hebben allemaal waardebonnen en zo. Wat met mooie prijzen, Jan. Ja. Daar is het vis nog wel in baat. Ja. Maar het is ook voor de leukigheid, hè? Want ik bedoel, kijk, die van Marlen daar op zitten. Die heeft nog nooit een hengel in de hand gehad en nou een panlat. Maar ja, je zult net zien, straks dan vangt hij een dikken en dan is hij mij nog voor ook en dan moet ik er 5 jaar worden. Maar dan weet hij misschien wel een dinerbon en dan neemt hij jou misschien wel mee. Ja. Misschien ja. Nou, in ieder geval succes. Ja, we proberen in ieder geval nog een paar dikken te vangen. Op nummer 1, Nederlands kampioen, is geworden Wim Bakker.